Sonck. Goed gespeeld op Perisic. Club Brugge wil er wat meer van maken dan zaterdag. En dat lijkt duidelijk. Die voorzet was uiteraard mislukt. Sonck. Sonck. Sonck, goede trap. Wesley Sonck. Heel dicht bij de 1-0. Club Brugge gaat voorvarend van start in deze wedstrijd. Absoluut. Hemte. Benteke. Geen buitenspel voor de Beulen. Steijnen. Heeft hij de bal nog beroerd of niet? Het was in elk geval de grootste kans tot nog toe. Na precies 10 minuten. Timmy Hemte. Ingooien voor Kortrijk. Messoudi. En alweer Stijn Steijnen. Die Club Brugge hier redt. Alcaraz zomaar in de voeten van Messoudi. Daar is Ibu. Ibu legt af voor Messoudi. En dit keer was Steijnen geklopt. Maar nu Klukowski op de lijn. En de kansen voor KV Kortrijk, ja, die zijn toch redelijk groot in deze wedstrijd. Daar is Kortrijk weer. Ibu. Met Hoefkes. Schot, Steijnen moet alweer een bal pakken. KV Kortrijk, ja, heeft hier toch de ene kans na de andere. En dat in het Jan Breidelstadion. Kouema. En Sonck. Waar zijn de buitenspelers? Perisic. Daar is Kouema. En die wordt onderuit gelopen. En een rode kaart. Een rode kaart voor Van der Broek. Lekes en Van der Hagen zijn furieus. Is het Brecht Cabon die daar naar het centrum komt gesneden? Ja, ja, het is Cabon. En dat is toch een hele strenge beoordeling van Johan Verbiest. En Brecht Cabon tegen zijn Club Brugge een rode kaart. Maar hij was natuurlijk de laatste man als Verbiest dat zo oordeelt. De vrije trap. Ojija of Perisic? Ojija via de muur in hoekschop. Kouema. Sonck, Simaes, Kouema doorgelopen, daar is hij. Zet voor, Perisic heel alleen, 1-0 Club Brugge. Heel dicht, na het rustsignaal. Een goede combinatie van Club Brugge. En ze beginnen aan deze wedstrijd zoals in de eerste helft. Toen scoorden ze niet, nu wel. Kouema is de man van de assist. Hier Simaes. En ongewild Bellosin tot bij Kouema. En dan plots helemaal alleen daar Perisic. En Club Brugge met een man meer de hele tweede helft. Nu toch wel in polepositie om deze wedstrijd te winnen. Ojija. Kort genomen. Klukowski zet voor. Alcaraz legt klaar voor Perisic. Hier is Kouema. Kouema dropt aan de tweede paal. Alcaraz. En, oh! Bal valt op de paal. Kortrijk is rijp nu om definitief de doodsteek te krijgen. Knap alweer van Benteke. Hemte met een goede voorzet. En de Beulen mist op een haar de 1-1. Dierar door de as van het veld. Goeie bal op Perisic. Is dit de beslissing dan? Jawel, Ivan Perisic. Het ging snel van de ene kant naar de andere. Kortrijk scoort niet. In Club Brugge wel. Dat is toch een beetje het verhaal nu aan het worden. Kortrijk heeft kansen gehad in de eerste helft. En Dierar eindelijk ook eens een goede actie. Perisic wachten. En dan naast Verbouw Heden binnentrappen. Zijn tweede van de avond. Zijn achtste van het seizoen. Waar is Kouema op de lat? Geen 3-0. Het is een oefenmatch geworden nu voor Club Brugge. Perisic geen buitenspel. Lestien voor de goal. Daar is Lestien. 3-0. Nog niet zo lang. Nabil Dirar komen vervangen. Heerlijk paasje was het van Ronald Vargas. Perisic in de ruimte in Lestien. Laat Glenn Verbouw Heden geen kans. Hier kijken naar het paasje. Wegkijken op zijn Ronaldinho's van Vargas.
ideale bal is het